Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze specifieke video ga ik het met je hebben over je productpagina. Ik heb een volledige productomschrijving template gemaakt die ik zelf al jaren gebruik en die mijn studenten zelf ook al jaren gebruiken. En vandaag wil ik deze met je delen. Want dit is nou eenmaal Q4 en dat is de tijd om bezig te zijn met dropshipping, met Facebook ads. Dus voor e-commerce is dat echt de meest booming tijd. Dus ik ga vandaag alles met je doornemen waar een productomschrijving template aan moet voldoen. En daarna ga ik een concreet voorbeeld geven van een van mijn productomschrijvingen die ik gebruik, die succesvol is geweest voor 5 tot 8% conversie. Oké, laten we er gelijk induiken. Ik heb wat algemene regels klaargezet, die ik dus voor mezelf gebruik, voor mijn team, maar ook voor mijn studenten. En die algemene regels zijn: vermijd het gebruik van korte zinnen. We wilden verwijzen naar ons product met de naam om de waargenomen waarde van het item te verhogen en vermijd directe verwijzingen. Dus geen korte zinnen en als je een product hebt, verwijs dan naar de productnaam die je daarin verzint. En vermijd zoveel mogelijk je, jij, u, ons, wij, onze, uw, etc. Je wilt geen vragen hebben omdat het overkomt als een gesprek. We zijn een groot merk dat professioneel praat en de koele pijnpunten laat zien, evenals de koele aspecten van het product. Dus vandaar stel je geen vragen in je omschrijving, want dan gaat je klant nadenken. Heel simpel, maar ik zie dit zoveel mensen nog steeds doen. Een testimonial recensie, een recensie van een van je klanten of klanten van dat product, als je het opnieuw dropshipt. En de recensie moet uiteindelijk gaan over de voordelen van het product. Niet te lang, maar ook niet te kort. Daarbij doen we dus ook 5 gouden sterren en de auteursnaam, dus degene die het heeft gekocht, met geverifieerde aankoop daarbij. Gaan we door naar de pitch en die bevat dus 2 paragrafen. In de eerste paragraaf presenteren we het probleem of de zorg die we willen oplossen. En in de tweede alinea introduceren we ons product dat de oplossing biedt. Nou, de eerste paragraaf van het probleem die bestaat dus uit 3 tot 5 zinnen. En zin 1 zet de scène voor de niche of interesse van het product. De tweede zin belicht het probleem. De derde zin legt uit hoe dit onze klanten laat voelen. Dus eerst focus op het negatieve, dan het positieve. Mensen handelen sneller uit pijn dan uit plezier. Dus eerst pijn, daarna de oplossing. Dat is jouw product. Let's go. In de tweede alinea introduceren we ons product dat de oplossing biedt. Dit bevat 3 tot 5 zinnen. Zin 1 introduceert het product. Zin 2 legt uit hoe het werkt, het belangrijkste doel of de belangrijkste voordelen van je product. En zin 3 benadrukt het resultaat slash de verbetering van de levenskwaliteit die iemand ervaart nadat hij jouw product heeft gekocht. Gaan we daarna door naar de voordelen. 5 tot 8 voordelen dit product. En voordelen zijn heel anders dan kenmerken. Voordeel is gebaseerd op emotie. Een eigenschap is uiteindelijk logisch. Dus het is 4 centimeter. Of het is gemakkelijk mee te nemen. Dat is een aanzienlijk verschil. Gebruik vet gedrukte hoofdletters bij het schrijven van de voordelen. Gebruik geen negatieve tekst in de voordelenselectie. Inclusief onze voordelennamen, probeer een consistente lengte te hebben over alle voordelen. Dat wil zeggen dat ze allebei ongeveer 2 zinnen zullen bevatten. Elk voordeel moet 2 zinnen hebben. Zin 1 benadrukt een kenmerk van het product. Zin 2 legt het voordeel van die eigenschap uit. 2 afbeeldingen slash gifs kan je in het midden doen van de voordelen. Oké, hoe te gebruiken? Gebruik een video als het mogelijk is, een how-to-use video. Deze kan ook eventueel in een andere taal, Engelstalig, zijn. De best volgende optie die je hebt is een afbeelding. Als video en afbeelding beide niet mogelijk zijn, gebruik dan gewoon simpele tekst. Dit gedeelte verschijnt alleen voor complexe producten. Dus voor producten die moeilijk te gebruiken zijn. En daarbij geef je dus een voorbeeld. Oké, gaan we door naar het relateerbaar verhaal. Dat zijn ook weer 2 alinea's met 3 tot 5 zinnen elk, net als de pitch. En de eerste alinea wordt gebruikt om ons inlevingsvermogen en begrip voor het probleem van de klant te tonen. We kunnen hier enkele directe verwijzingen gebruiken. Zin 1 begint meestal met wij begrijpen en gaat dan in op het probleem dat waarmee onze klant wordt geconfronteerd. Dus het probleem dat hij ervaart als hij het product niet heeft. Zin 2 kan dan een situatie uitleggen die onze klant zich gemakkelijk kan voorstellen en zich gemakkelijk kan inleven. Zin 3, dit is een geweldige plek om een soort recordstatistieken te gebruiken die onze marketingsinvalshoek kan verbeteren. De tweede alinea wil je dus je product opnieuw introduceren en laten zien hoe het product in staat is om het probleem op te lossen die we hiervoor hebben genoemd. Zin 1 bevestigt dat dit het perfecte product is voor onze klant. Zin 2 legt uit hoe het werkt, het hoofdvoordeel. Zin 3 gebruikt een laatste aantrekkelijke zin die de verbeterde levenskwaliteit benadrukt van het product. Geschreven in een reclamestijl om een blijvende indruk achter te laten. Nou, wat volgt dan next? Een video testimonial, die is optioneel, dus niet verplicht. Is een montage van clips van hoge kwaliteiten van klanten die over jouw product spreken. Kan eventueel ook in het Engels zijn. Dus over de specificaties, een lijst van specificaties zoals afmetingen, voltage,
enzovoort. Kan je eventueel toevoegen, is niet altijd nodig. Mensen kopen niet op basis van deze kenmerken, maar mocht het noodzakelijk zijn voor je product, kan je dit altijd toevoegen. De inhoud van de verpakking is ook weer een optioneel gedeelte. Alleen als het product uit meerdere artikelen bestaat, die moeten worden verzonden. Sluit af met de garantie. Geef informatie waaruit blijkt dat wij geloven in de kwaliteit van onze producten. Steun het met een 30 dagen geld teruggarantie. 100% risicovrije transactie. Dus dat ze geen zorgen moeten maken dat ze hun geld kwijt zijn. En je contactinformatie achterlaten, zoals een telefoonnummer en een e-mail. En deze omvat ook een verborgen code om adrenaline in de klant te verhogen. Dus hij heeft die hele omschrijving gelezen en dan krijgt hij ook nog eens 10% of 5% kortingscode. Waardoor hij dus sneller actie gaat ondernemen. Gaan we door naar een real life voorbeeld van een productpagina template. Ik ga hem voorlezen en je gaat zo goed begrijpen waarom dit zo goed werkt. Nou, beginnen met de review en de recensie. Mijn oorbellen zijn een beetje zwaar en rekte het gaatje in mijn oor uit. Waarvan ik dacht dat het uiteindelijk zichtbaar was. Toen ik de gewone achterkant verving door deze, laten we zeggen dat het een heel klein stukje magie is. De oorbellen zitten nu rechtop en ik kan de bovenkant van het gaatje in mijn oorlel niet meer zien. Ik raad ze 100% aan en kijk er naar uit om meer te kopen om in mijn oorbellencollecties aan te vullen. Shane Doe, geverifieerde verkoper, 5 sterren. Dit is dus die testimonial waar ik het over had. Gaan we door naar pitch 1, het negatieve gedeelte. Zware oorbellen kunnen aan de oren trekken waardoor ze uitrekken en de natuurlijke vorm van de oorlel vervormen. Dit resulteert in een scheve plaatsing van oorbellen wat er niet alleen vreemd uitziet, maar ook die perfecte adembenemende outfit van de nacht kan ruïneren. De lange termijn effecten van constant dragen kan leiden tot onzekerheid, constant ongemak en in sommige gevallen zelfs gespleten oorlel. Zoals je ziet heb ik een aantal woorden hieronder ondergedrukt staan. Dat zijn negatieve woorden. Dus hoe alles hier staat, zo wil ik ook dat jij het gaat overnemen. De testimonial is bijvoorbeeld helemaal dik gedrukt. De naam is niet dik gedrukt van degene die de review heeft geplaatst, maar geverifieerde verkoper is dik gedrukt. Je hebt een groen vinkje, je hebt 5 sterren. Zo wil ik ook precies dat jij het gaat doen. Oké, gaan we gelijk door naar pitch 2. En dat gaat dus over de Heartbreaker. De Heartbreaker heeft een uniek vlinderslot ontwerp dat ervoor zorgt dat elke oorbel rechtop op het oor zit. Waardoor vervorming wordt voorkomen. Elke Heartbreaker bouwt zelfvertrouwen op door een belofte van uitzonderlijke kwaliteit en onbetwistbare veiligheid. Ervaar de geneugde van de gewichtloze draagervaring terwijl je tijdloze oorstukjes beschermt. Hierna kan je dus een foto, een gif of een video plaatsen. Ik raad vaak een foto aan eerlijk gezegd. Gifs gebruik ik weinig in spammy. Video kan eventueel niet per se nodig. Ik heb hier dus een aantal woorden dik gedrukt staan en dat zijn dus positieve woorden. In het eerste gedeelte hebben we dat met negatieve woorden gedaan, hier met positieve, zodat de lezer kan scannen. Nou, gaan we door. Redenen waarom de Heartbreaker jouw leven zal veranderen. Het eerste voordeel, instant boost. Met de Heartbreaker worden alle maten en soorten oorbellen precies omhoog gebracht om een onberispelijk accentstuk te geven. Verhoog elke avond een ensemble met vertrouwen en klasse met behoud van de delicate oorstructuur. Oké, gaan we door naar het volgende. Butterfly Slot Design, een prachtig uurwerk verdient het om 24/7 beveiligd te zijn en voor het leven bewaard te worden. Van oorstekkers tot oorringen, de Butterfly Lock technologie van de Heartbreaker klemt zich vast om de oorbellen de ultieme steun te geven, elke keer weer. Gaan we door, weer een foto, een gif of video eventueel. Na het tweede voordeel hebben we Refit Technology als voordeel. Lasergesneden precisie op Tibetaans zilver creëert absolute technologie. Ontworpen om te passen door piercings van alle vormen en maten. De extra pushback van de rugsteun doet wonderen. Zelfs voor eerder slecht uitgevoerde piercings. Kwaliteit maatwerk, maakwerk. De Heartbreaker is ontworpen met de grootste mogelijke aandacht voor detail en gepolijst tot in de perfectie. Als het perfecte paar voor waarde voor de oorbellen biedt het lange slijtage, comfort en een klusse veilige pasvorm. Volgen we weer met de foto, gif of video. Dan hebben we nog klassieke kleuren. Met eigentijdse klassieke kleuren die hun aantrekkingskracht voor jaren behoudt, brengt de Heartbreaker de fijnste en ongeëvenaarde metalen, goud en zilver naar voren. Met stijl in het achterhoofd biedt deze veelzijdige, vierdelige metallic combo 2 keer zoveel aantrekkingskracht en 3 keer zoveel zelfvertrouwen. Nou, hoe te gebruiken? Verwijder de originele bekker van je oorbel, plaats de Heartbreaker aan de achterkant voor je oorbel, geniet van een eenvoudige maar moeiteloze lift voor elke oorbel. Eventuele testimonial video als je die kan vinden. Hoe te gebruiken was ook niet optioneel, maar bij dit product wel handig. Gaan we door naar het relatable verhaal, relatable story. Het is het negatieve gedeelte. Begrijp hoe zelfbewust we kunnen zijn als we ons niet 100% op ons gemak voelen met ons uiterlijk voor een uitje. Het kan echt frustrerend zijn om constant je oorbellen te moeten draaien om ze op de perfecte plek te krijgen. Elke keer weer. Een recente studie toont aan dat de gemiddelde oorbeloperatie minimaal $400 kost. Alleen al om de losse huid strak te zetten. Met de Heartbreaker haal je diep adem en slaak je een zucht van verlichting. Dat je geen last meer hebt van hangende oren. De
De hardbreker lift hem meer dan alleen de oorlel. Het biedt een onmiddellijke gemoedsrust in een veilige en comfortabele draagervaring. Geniet van nieuw gevonden zelfvertrouwen met prachtige oorbellen die moeiteloos passen en elke look complementeren. Gaan we door naar de productspecificaties. Dit is de hoogte en de breedte van het product. Het pakket bevat een gouden paar, maar ook een zilveren paar. En dan sluiten we af met de visie en belofte. E-commerce Elite's visie. Bij E-commerce Elite geloven wij in de kwaliteit. Dat zou je stoornaam zijn. Geloven wij in de kwaliteit van onze producten. En daarom bieden wij 30 dagen geld terug garantie zonder enige vragen te stellen. Wanneer je bij ons koopt, is er dus ook nul risico. Gefeliciteerd, je hebt een verborgen kortingscode gevonden. Gebruik de code II bij het afrekenen voor een extra 10% korting op jouw volledige bestelling. En dan hebben we nog de klantensupportgegevens hieronder. De e-mail support@ecommerceelite.com en een telefoonnummer, wat ook optioneel is. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze video. Like en abonneer en ik zie je weer in de volgende video. Ciao, ciao.